Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe: ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt. 1 Korinthe 13, vers 9. Nadat Aukje was uitgestapt om nog even snel een boodschap te doen, reed ik in de auto nog een rondje met onze oudste zoon van 4 en zijn vriendje. Carlos, onze oudste zoon, kon de R nog niet goed uitspreken. En hij zei: we gaan een hondje heien. Zijn vriendje hoorde dat Carlos het niet goed uitsprak en probeerde hem te verbeteren. Nee, zei hij, we gaan nog een lontje leien. Theologisch gezien zijn we soms heel goed in lontjes leien. Als we de theologie van een ander menen te moeten corrigeren, zonder te beseffen dat ook onze theologie een menselijke poging is om het wezen van God en zijn plan met ons te verwoorden, zullen we ons waarschijnlijk verliezen in onnodig lontjes leien. Hey, theologie is belangrijk. Theologen willen ons helpen om een beter zicht te krijgen op wie God is en wat we van hem mogen verwachten. Ze willen ons voor struikelen behoeden door te leren van uitgeleiders uit het verleden. Maar net als Paulus weten we dat ons kennen tekortschiet. De populaire theoloog N.T. Wright zei eens dat een derde van zijn onderwijs niet klopt. Hij weet alleen niet welk derde deel dat is. Niemand van ons zal God kunnen doorgronden. Hij is en blijft oneindig ondoorgrondelijk. Ik weet dat Jezus de perfecte theologie is. Heel de Bijbel getuigt van Jezus en Jezus getuigt op volmaakte wijze van God. Wie God is, kon onmogelijk in een boek gevat worden, maar wel in het leven van Jezus, Gods liefdesbrief voor ons. Hij sprak niet alleen over God, maar liet ons ook zien wie God is. Jezus is alles wat God ons te zeggen heeft. Daarom wordt hij het levende woord van God genoemd. Dat lezen we in 1 Johannes 1, vers 1. Christus, het levende woord, was er al voor het begin van alle dingen. God heeft door hem het leven bekendgemaakt. En Johannes zegt: met eigen ogen hebben wij hem gezien, met onze handen hem aangeraakt, om jaloers op te zijn. De eeuwige, onzienlijke God werd zichtbaar, tastbaar en voelbaar in Jezus. Jezus sprak met zijn handen. Hij raakte mensen aan, legde hen de handen op, zegende kinderen en genas de zieken. Met zijn handen brak hij het brood en hief hij de beker. Zijn doorboorde handen zijn het getuigenis van Gods liefde.